Goedemiddag uh, bij deze sessie van uh, De Dag voor de Raad. De vijfde sessie van vandaag die gaat over weerstand en conflict, althans het belang van weerstand, weerstand en conflict uh, in het uh, democratische proces en dus ook voor raden. Uh, wij vinden dat een heel belangrijk onderwerp als Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, uh, want we leven wat dat betreft in een democratie die getekend wordt door de polderdemocratie, om het vooral met elkaar eens te zijn. Eens te zijn. En de raad is er uh, om het maken van verschil, verschil in beeld te brengen. En daar hoort weerstand en conflict bij. Uh, daarom vinden wij het ook heel leuk om vanmiddag hier te gast in de studio in Rotterdam Eva Wolf bij ons te hebben, omdat zij met name onderzoek doet naar het belang van weerstand en conflict bij beleidsthema's. Uh, wij zijn uiteraard ook blij dat u als deelnemer bij deze sessie aanwezig bent. Deze sessie is terug te zien vanaf komende maandag uh, op de website van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. En we nodigen u ook van harte uit om deel te nemen aan deze sessie. Dat kan via de chatfunctie. Hebt u vragen, hebt u opmerkingen, deel die uh, via de chat. Uh, dan gaan we proberen die vragen in de loop van deze sessie te beantwoorden. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan gaan we ervoor zorgen dat die vragen sowieso na afloop beantwoord worden. Uh, ik wil graag uh, Eva Wolf, die hier te gast is, uh, bij u introduceren. Zij is universitair docent uh, aan de Universiteit van Tilburg. Heeft in het verleden gewerkt bij de Universiteit in Antwerpen en onderzoek gedaan naar belang van weerstand en conflict. Uh, ik hoop met u op een zeer boeiende en interessante sessie. En ik geef graag het woord aan onze gast Eva Volf. Dankjewel, Henk. Uh, nou, heel erg leuk om uh, voor jullie iets te mogen vertellen over uh, de waarde van weerstand. Um, en voordat ik begin met mijn inhoudelijk verhaal, heb ik eigenlijk uh, twee vragen voor jullie als publiek. Um, en uh, als het goed is kunnen jullie die vragen beantwoorden via de poll. En de eerste vraag die ik aan jullie zou willen stellen is: uh, wie heeft er de afgelopen twee weken een conflict gehad? En bedoel ik conflict in de breedste zin van het woord. Hè. Vaak denken mensen: ik heb geen conflict gehad, omdat ze aan zakelijke conflicten denken. Maar het kan ook thuis zijn, met de partner, met de kinderen. Uh, dan zijn er vaak al heel wat meer conflicten te, te tellen. Dus wie heeft er de afgelopen twee weken een conflict gehad? Dat is de vraag. Dan mogen jullie antwoorden via de poll. Dan krijg ik zo de uitslag. Ja, Daar we wachten het, we even op. Daar wachten we <laughs> even op, inderdaad. Dat, uh, dat is een kwestie van techniek. Uh, dat is het verschil natuurlijk omdat we nu in een online uitzending zitten. En er zit altijd wat vertraagdheid op. Dus uh, we gaan zo direct uh, de antwoorden in beeld krijgen. Als het goed is komen die zodanig via de techniek uh, op dit beeldscherm voor mij uh, uh, te zien. Um, zoals gezegd, uh, deze vraag waarbij u de antwoordmogelijkheden hebt: ja, nee of ik weet het niet. En misschien is die laatste ook nog wel. Mocht je last hebben van geheugenverlies? Hè? Ja, bijvoorbeeld, <laughs> bijvoorbeeld. En als ik jou goed begrijp, conflicten inderdaad in de brede zin van het woord, niet alleen als politicus, maar sowieso als mens: kinderen, ja. partners, huisdieren. Even kijken, we hebben hier een uitslag: uh, ja is 63%, nee 35% en 2% weet het niet. Oké, okay, dus ik, ja, haal, ik concludeer weer uit dat de ruime meerderheid de laatste twee weken een conflict heeft gehad. Dan is dus mijn tweede vraag: uh, wie vermijdt er graag conflicten? Dat is een interessante vraag. Hè? Ja. ja, zeker voor dit thema. Ja, en ook dus, voor uh... dit publiek misschien. Um, dus is het antwoord: ja, nee, of ik denk opnieuw, weet ik niet. Als... Klopt. Ja. Ja, drie ja. opties uh, voor, u, uh, voor u thuis, achter uw pc of achter uw smartphone. Uh, ja, nee of uh, u weet het niet of u graag uh, conflicten vermijdt. We zijn zeer benieuwd naar uw antwoord. En uh, we wachten met belangstelling dus op de uitslag die zo dadelijk binnenkomt. Er komt al enige beweging. De ah. techniek laat nu zien dat de antwoorden op de vorige vraag even verdwijnen. En dan krijgen we zo direct de antwoorden op deze oh nee. tweede polvraag binnen. <laughs> Heel erg benieuwd hoe u als deelnemer thuis hierop gaat reageren. En vermijd jij graag conflicten? Mm. Nou, ik, bedoel, ik zie natuurlijk de waarde van conflict. Maar ik moet zeggen in mijn menselijke relaties dat ik ook niet heel erg het conflict opzoek. Uh, ik denk dat dat ook uh, menselijk is, maar we gaan het zo meteen zien. Ja, we krijgen in ieder geval een heel ander antwoord dan bij de vorige vraag. Uh, 46% zegt ja, ik vermijd graag conflicten. En 54% zegt nee, ik vermijd geen conflicten. Nou, dus... Interessante uh, uitkomst. Ik denk dat dat ook. Ik verwacht al een beetje deze uitkomst. Uh, van dit publiek. Um, ik stel deze vraag namelijk vaker um, aan uh, andere publieken. En daar zie ik vaak het beeld dat aan de ene kant uh, mensen uh, heel vaak afgelopen twee weken een conflict hebben gehad. En aan de andere kant diezelfde mensen ook zeggen dat ze heel graag conflicten vermijden. Nu is het mooi om te zien dat met dit publiek er iets meer uh, waardering is om het conflict aan te gaan. Dat ik ook al een beetje gehoopt, moet ik zeggen met een publiek uh, van raadsleden. Uh, maar de spanning aan de ene kant tussen. Het hebben van veelvuldig conflicten en de andere kant het toch liever uit de weg gaan van conflicten is dat zie ik vaak in het publiek, maar is ook exemplarisch voor het openbaar bestuur. Um, aan de ene kant zijn conflicten heel erg normaal, zou ik zelfs zeggen dat ze een teken zijn van gezonde uh, menselijke relaties. Ik denk dat we ons eerder zorgen moeten maken in relaties als er nooit conflicten zijn dan als er wel af en toe een conflict is. En aan de andere kant uh, Gaan mensen toch liever dat conflict niet aan? Vinden ze het een beetje eng? Vermijden ze het graag? Nou, in het openbaar bestuur is het niet anders. Er zijn volop conflicten. Maar in de praktijk gaan we liever die conflicten uit de weg. En besteden we de, in ieder geval in het openbaar bestuur alleen al in de taal heel weinig aandacht aan. Aan het voeren van goede conflicten. Nou, één conflict uh, dat de laatste tijd de media domineert um, is het volgende conflict. Daar heb ik een video van. Het begint vanochtend rustig, maar langzaam maar zeker komen er steeds meer mensen naar Den Haag. Uiteindelijk staan er zo'n 2000 mensen op het grote Maliveld. Ze demonstreren tegen de coronamaatregelen van de regering. Zoals verplicht anderhalve meter afstand houden. Wij willen graag de boodschap brengen dat we het, het, het hele boel teruggedraaid willen zien, dat de regels weg kunnen en dat we gewoon in vrijheid willen leven. En dat doen we nu eigenlijk niet. Ik wilde mij in ieder geval laten zien dat ik het niet eens ben met dingen. Ja, dat klopt. De demonstratie was eigenlijk verboden. Ja, dus tot, dit is een, een voorbeeld uh, van een conflict, uh, wat we natuurlijk allemaal kennen als uh, conflict rondom de coronamaatregelen. Um, en als je uh, ziet hoe er over dit conflict gesproken wordt, zie je dat het heel vaak wordt voorgesteld als iets problematisch. In plaats van, hoe je het ook zou kunnen zien, als een heel gezond iets van een goed functionerende eh, democratie. Dat dit soort protesten bestaan. En um, ik wil um, in mijn verhaal vandaag de lans breken om beter conflict te voeren. En dan moet ook vaker over conflicten te hebben in het openbaar bestuur. Daar meer aandacht aan te besteden. En ik ga veel van wat ik zeg, uh, haal ik uit mijn onderzoek. Uh, en wat ik vooral als illustratie ga gebruiken... Um, is het vraagstuk uh, van de klimaattransitie? Want als er één onderwerp is uh, waarop uh, de perspectieven enorm verschillen, waarin potentie enorm veel conflict is als het gaat om of er überhaupt een klimaatprobleem is um, en hoe je het dan zou moeten aanpakken, is het het vraagstuk van uh, klimaat- en energietransitie. Um, en toch valt het op dat als je naar beleidsstukken rondom dit vraagstuk kijkt er opvallend weinig aandacht is voor dat conflict. Dat lijkt mij onvermijdelijk is. Zo zie je als je in, de klimaat, uh, in het klimaatakkoord gaat zoeken dat het woord samenwerking 137 keer valt. Dat betekent dat je elke twee pagina's ongeveer het woord samenwerking tegenkomt. En het woord conflict uh, drie keer wordt genoemd in het hele klimaatakkoord, wat zich vertaalt naar één keer per 60 pagina's. Nou, voor een vraagstuk dat zo controversieel is, is het heel opvallend dat er zo weinig over conflict en het goed voeren van conflict gerept wordt. Wat je wel ziet als je zoekt op de klimaat op energietransitie, zijn dit soort afbeeldingen, dus afbeeldingen van mensen die om een tafel zitten, uiteraard een heel divers gezelschap die heel gemoedelijk ideeën met elkaar uitwisselen. En zo, als het ware, door die uitwisseling van verschillende perspectieven tot een soort verlichting komen. waarmee dan uiteindelijk beter beleid wordt gemaakt. Een hele harmonieuze voorstelling. Ook is er heel veel aandacht um, in het uh, Klimaatakkoord voor participatie. Maar dat is dan wel weer een heel typisch soort participatie. Als je namelijk kijkt naar afbeeldingen van participatie in het openbaar bestuur. zie je dit soort afbeeldingen. Um, dus ook opnieuw afbeeldingen van harmonie. Mensen die samen de schouders eronder zetten en op die manier um, he, gemoedelijk, harmonieus, neuzen dezelfde kant op, uh, beleid uh, samen maken. Je ziet veel minder dit soort afbeeldingen. Afbeeldingen van, uh, zoals het zo vaak genoemd wordt in het openbaar bestuur, zogenaamde boze burgers. Terwijl conflict, boze burgers, zijn ook participatie, maar die soort participatie die zie je eigenlijk niet. Um, en boze burgers en conflict, uh, wordt over het algemeen uh, zoveel mogelijk vermeden en zoveel mogelijk en heel vaak gezien als problematisch, als iets wat je aan moet pakken. En dat is eigenlijk heel erg zonde, is mijn stelling, want een boze burger, um, het feit dat zo'n burger boos is, betekent ook dat uh, het openbaar, uh, het publieke domein, deze burger aan het hart gaat. En daarmee is een boze burger tegenovergestelde van een apathische burger. En vertoont die enorm engagement dat we heel erg zouden kunnen waarderen. Daarnaast zorgen boze burgers vaak voor het. Die brengen vaak standpunten aan de orde die volledig afwijken van standpunten die bijvoorbeeld door ambtenaren of bestuurders worden verdedigd. En dat kan heel lastig zijn. Ze brengen die standpunten misschien ook niet altijd even rationeel. Uh, maar juist door bestaande ideeën in vraag te stellen kun je tot betere, creatievere oplossingen komen. Uh, en zonder wrijving is er dan ook geen glans. Maar van dat engagement en die creativiteit, positieve eigenschappen van een boze burger, positieve eigenschappen van conflict, kun je geen gebruik maken wanneer je geen oog hebt voor conflict en conflict alleen ziet als problematisch. Nou, wie ben ik? Ik zal me nog even iets aan voorstellen. Ik werk dus als onderzoeker en docent bij de Universiteit van Tilburg. Ik heb uh, veel onderzoek gedaan naar conflict. Mijn proefschrift, dat ik in Antwerpen schreef, ging daarover. Ik heb er een Nederlandstalig boek over geschreven, getiteld De waarde van weerstand. En ook verschillende artikelen. Dus als jullie benieuwd zijn naar meer verdieping over dit onderwerp, dan kunnen jullie die daar vinden. En tegenwoordig werk ik uh, in het uh, project in Tilburg met een team uh, dat heet Bindend Besturen Brabant. Wij doen dat vanuit de universiteit in samenwerking met de provincie Noord-Brabant en met adviesbureau Pontifax. En ook in dat project onderzoeken we ruimtelijke conflicten en kijken we naar wat het juridische doet met ruimtelijke conflicten, het juridische kader, ook met uh, oog op de komst van de omgevingswet. Even als introductie van mijzelf en wat ik doe, en dan zou ik nu graag uh, de inhoud willen uh, induiken en met jullie de grote vragen beantwoorden die centraal staat. En wat ik te vertellen heb, namelijk hoe escaleren beleidsconflicten? En daarmee ook de vraag: wat is goede weerstand en hoe voer je goede conflicten? Het vertrouwen is weg. Uh, ze zijn er niet voor de burgers. Het staat overal, je leest het. Uh, we zijn er voor de burgers. We luisteren naar u. Uh, ik merk dat helemaal niet. Het tegendeel zelfs. Ze, ze willen juist niet luisteren naar de burger. Tot februari. Goed, er werd een video ingestart. omdat men dacht dat ik een pauze nam om de video af te spelen. maar ik had gewoon een droge keel. Dus uh, die video uh, had niet afgespeeld moeten worden. Um, die gaan we wel straks zien. Ik ga, dus vertellen, oh, ik ga je dus de vraag beantwoorden. Uh, hoe escaleren beleidsconflicten en hoe voer je goede conflicten? En uh, al mijn onderzoek laat zich eigenlijk samenvatten in de volgende afbeelding. Uh, conflicten escaleren, beleidsconflicten escaleren, in mijn ervaring uh, wanneer inhoudelijke conflicten, want heel vaak beginnen conflicten op inhoud, niet altijd, maar wel heel vaak. Escaleren naar procedurele conflicten. En uiteindelijk, als het conflict maar lang genoeg doorduurt, uh, escaleren naar een relationele conflicten. En ik wil jullie graag door die verschillende dimensies voeren uh, van conflictescalatie. En dan beginnen we uh, bij inhoudelijk conflict, namelijk conflicten over de uh, voor dan wel nadelen van beleid van overheidsprojecten. En dan moet je dus echt denken aan de voordelen of de nadelen, de kosten en de baten van verschillende beleidsopties. Nou, als je uh, kijkt naar de uh, energietransitie, zou je het bijvoorbeeld kunnen hebben over de voor dan wel nadelen van het bouwen van windmolens versus het aanleggen van zonneparken. Um, een discussie die daarover gaat, is bij uitstek een inhoudelijk conflict. En um, het zal je niet verbazen dat juist inhoudelijke conflicten heel goed geschikt zijn. om dat engagement en die creativiteit. die conflicten vaak uh, teweeg brengen, om die te benutten. Omdat je juist op de inhoud dan kan komen tot creatievere beleidsvoorstellen. Wat een goed inhoudelijk conflict echter vaak in de weg zit, um, is wat ik uh, noem bewijs. Onderzoek. Um, zo zag ik bijvoorbeeld uh, in mijn proefschrift, dat ging over een snelwegproject in Antwerpen, um, dat dat snelwegproject een hele lange tijd binnen uh, beleids- en bestuurskamers uh, was voorbereid. Er heel veel onderzoek was gedaan naar verschillende beleidsopties. Um, en vervolgens de beste optie aan het publiek werd uh, gepresenteerd. Toen vervolgens uh, bezorgde burgers. ...en actievoerders, ook veel ruimtelijke experts, vragen stellen over, over dat snelwegproject dat gepresenteerd werd... Um, ...was de eerste, van, re, eerste reactie van ambtenaren en bestuurders. Um, we horen jullie zorgen, we begrijpen jullie zorgen, maar maak je geen zorgen... ...want dit project is niet zomaar uit de hemel komen neerdwarrelen... ...is het resultaat van jaren en jaren gedegen onderzoek. Dus dit project is bewezen de beste... ...manier Om uh, leefbaarheid en mobiliteit met elkaar te verenigen. Nou, dat argument hè, dat je kan uh, opvoeren bij beleid als bewezen de beste, zorgde er uh, in Antwerpen en in heel veel beleidsdossiers niet voor dat actievoerders en uh, mensen die kritisch waren uh, daarom dachten: Oké, okay, als het bewezen is, uh, dan ga ik ermee akkoord. Uh, het tegengestelde was waar, zij gingen ook allerlei uh, bewijs verzamelen. Onderzoeken uh, bij elkaar leggen, experts mobiliseren. om aan te tonen dat hun kritiek. ook niet zomaar uit de hemel was komen neerdwarrelen. maar ook gebaseerd was op onderzoek. En wat je, zag, wat je ziet in veel conflicten. is dat er dan een soort uh, loopgave-oorlog van bewijs ontstaat. Dat elke partij. Uh, steeds meer bewijs verzamelt. om te laten zien dat zij gelijk hebben. Steeds meer experts om zich heen verzamelen. en zich op die manier. Steeds dieper ingaven in hun eigen tunnelvisies. Want als jij heel veel bewijs hebt dat jij gelijk hebt. dan is het ook veel makkelijker om te denken dat de andere persoon liegt. En naarmate partijen zich meer ingaven in hun eigen tunnelvisies. Uh, verlaagt de tolerantie voor ambiguïteit. en gaan die inhoudelijke posities steeds verder uit elkaar lopen. En om dus een inhoudelijk conflict goed te voeren. moet je, en dat is mijn eerste conclusie. Uitkijken voor wat ik noem dictatuur van bewijs. Dus als je bewijs gebruikt om een politieke discussie plat te slaan, een dialoog te stoppen, dan verdwijnt het conflict vaak niet, dan wordt het bewijs inzet van nog meer conflict. Nou, dat is op een inhoudelijke dimensie conflict, maar als conflicten lang duren, beleidsconflicten. Dan zie je vaak dat ze heel, na een tijdje helemaal niet meer alleen over de inhoud gaan, uh, maar ook over uh, beleidsprocedures. Niet de wat van beleid, maar hoe maken we eigenlijk beleid? Wat zijn goede procedures? Uh, oh, sorry, dat is de volgende slide. Ik wilde nog zeggen, um, als het aankomt op uh, de dictatuur van bewijs en de energietransitie, dan zie je natuurlijk dat we al in een soort loopgravenoorlog zitten van bewijs. Um, als je alleen maar het woord gezondheidsschade intikt op Google, um, wordt het meteen aangevuld door uh, gezondheidsschade door windmolens. En je ziet in heel veel gemeenten uh, dat de discussie over uh, wat, of er gezondheidsschade is, hoe die gezondheidsschade dan gemeente wordt, een ware loopgravenoorlog is tussen verschillende experts die het ook niet met elkaar eens zijn. Dus in de energietransitie zie je bij uitstek het risico van die loopgravenoorlog. Uh, van uh, bewijsvoering. Nou, vaak zie je dus dat inhoudelijke conflicten procedureel worden. En dan gaat het over het hoe van beleid. Dus in welke procedures maken we eigenlijk beleid? In de energietransitie zie je natuurlijk, is er natuurlijk al heel wat discussie over de hoe-vraag van beleid. Aan de ene kant zijn er mensen die, de energie, die de, het klimaatvraagstuk voorstellen als hè, donkere wolken die zich samenpakken boven onze planeet. Iets wat zo snel mogelijk moet worden aangepakt, wat een urgent vraagstuk is, en wat daarom niet geschikt is om via participatieve en uitgebreide bureaucratische processen aan te pakken. Aan de andere kant heb je juist mensen die zeggen. Um, de manier waarop het vraagstuk nu wordt aangepakt, is niet oké, okay, omdat er niet genoeg participatie is op lokaal niveau. Er veel te veel um, bestaande kaders worden opgelegd. Um, en daarom veel meer de ruimte moet worden genomen in het proces. Om verschillende stemmen te horen. Dus je ziet beide visies, beide kritieken op beleidsprocedure op dit moment volop in de klimaattransitie. Um, en bij de escalatie na die procedurele dimensie. Uh, speelt de manier waarop er uh, met tijd wordt omgegaan een belangrijke rol. Um, op zich is procedureel conflict niet slecht, procedureel conflict gaat over de spelregels van beleid maken. Het is vaak lastig om procedureel conflict goed te voeren, omdat je beleidsconflicten graag voert in beleidsprocedures. Maar als die beleidsprocedures zelf omstreden zijn geworden, wordt het veel moeilijker om met elkaar dialoog te hebben. Maar soms is het ook nodig om bestaande procedures te heroverwegen. We maken nu niet meer beleid zoals we dat 50 jaar geleden maakten, en dat is maar goed ook. Maar om procedureel conflict goed te voeren, moet je wel. Grote sensitiviteit hebben voor de fasering van beleidsprocessen. En moet er tijd worden ingeruimd om eh, dat, die dialoog over inhoud en procedure te hebben. Je ziet echter vaak in beleidsprocessen dat van tevoren een uitgebreide fasering wordt bedacht van een beleidsprocedure, die eh, deadlines best wel vastgeklikt worden en daarmee de tijd om onverwachte discussies op te vangen eigenlijk heel erg beperkt is. Dat, is. dat maakt het moeilijk om conflicten goed te voeren op inhoud, maar zeker op procedure. En wat je bijvoorbeeld zag in mijn proefschrift, eh, was dat eh, een van de argumenten die ambtenaren en bestuurders naar voren brachten eh, rondom de reden dat, we, dat er niet opnieuw het gesprek opgegooid kon worden over hoe het snelwegproject gebouwd moest worden en wat voor snelwegproject er moest komen. Uh, was de stelling, we zijn al heel veel jaren aan het praten. Uh, we hebben al veel te veel gepraat. Deze onderwerpen kunnen we niet opnieuw ter discussie stellen. Het vraagstuk is urgent. We moeten door. Knopen moeten worden doorgehakt. En uiteindelijk moet de schop in de grond. Dus het idee van uh, tijd als schaars middel, uh, waardoor niet verder de discussie kon worden, uh, kon worden opengetrokken. Wat je zag in Antwerpen is echter dat omdat er zo de nadruk op haast werd gelegd, um, tegenstanders van het snelwegproject nog achterdochtiger werden naar niet alleen de inhoud van beleid, maar ook beleidsprocedures, omdat ze de indruk hadden dat beleid hen door de strot werd gedouwd. En daardoor gingen ze zich nog meer verzetten, vertraagden het project juist daarom nog meer, gingen beleidmakers nog meer zeggen, we zijn al vertraagd, we moeten haast maken. Uh, waardoor actievoerders en mensen die kritisch waren zich nog meer gingen verzetten. Dus zo creëert de focus op haast onbedoeld zijn eigen vertraging. Daarom moet je uitkijken, want wat ik noem uh, de dictatuur van de deadline, het goed voeren van inhoudelijk en procedureel conflict, vergt ruimte om dat conflict te voeren, ook ruimte in de zin van tijd. En als je een deadline regerend maakt over het wel of niet... Um, Openen van een dialoog over een belangrijk vraagstuk, dan escaleert een conflict omdat de procedures zelf steeds minder vertrouwd worden. Als conflicten al heel lang, beleidsconflicten al heel lang voortslepen, dan zie je dat ze in de loop der tijd niet alleen maar inhoudelijk en procedureel meer zijn, maar ook steeds meer relationeel van aard worden. Um, en een relationeel conflict gaat bij uitstek niet over inhoud of proces, maar over de andere partij in, dat, uh, in het specifieke conflict. Oftewel, um, de andere partij wordt je persoonlijke vijand en gaat ook uh, een motor worden achter de voortzetting van het conflict. In ruimtelijke conflicten zie je heel vaak dat die escalatie naar de relationele dimensie uh, te maken heeft met de manier waarop er gekeken wordt. Naar tegenstanders van beleid. Oftewel in de praktijk, ook omdat beleid vaak heel erg lang duurt om uh, voor te bereiden, wordt uh, publiek beleid, één specifiek soort uh, project, vaak vereenzelvigd met het dienen van het publieke belang. En worden mensen die zich kritisch uitlaten over dat beleid daarmee automatisch uh, vijanden van dat publieke belang. Uh, worden ze, ze worden vaak weggezet als, we kennen de zijn allemaal, egoïstische NIMBY's. Die hun eigen particuliere belang dienen en niet het publieke belang. Nou, in de praktijk zorgt dat er vaak voor uh, dat mensen die het verwijt van NIMBI krijgen, um, nog activistischer worden, nog meer gaan verzetten, wat alleen maar uh, het idee van NIMBI-gedrag bevestigt. En op die manier onbedoeld de overheid haar eigen vijand kweekt. Um, in een, mijn proefschrift, het Snelwegproject. Zag je dat uh, actievoerders zich weg voelden gezet als nimbies, steeds meer hun best gingen doen om serieus genomen te worden, uh, politici daarin een bevestiging zagen dat deze mensen niet rationeel genoeg waren om aan tafel aan te schuiven en actievoerders als gevolg daarvan politici ook als persoonlijke vijand gingen zien, namelijk als uh, mensen die erop uit waren om hun eigen favoriete projectje, kosten wat kost, te implementeren. Ook al ging dat ten koste uh, van uh, draagvlak. Daarmee moet je uitkijken, en dat is uh, mijn laatste uh, dictatuur, met de dictatuur van het algemeen belang. Oftewel, als je één project gaat vereenzelvigen met het dienen van het publieke belang, worden tegenstanders van zo'n project automatisch een vijand van het publieke belang. Um, en dan is het uh, risico heel groot dat een conflict relationeel wordt. Dat mensen elkaar... Uh, Vervelende eigenschappen gaan uh, toeschrijven en daarmee niet meer met elkaar om tafel willen. Nou, een conflict begint dus vaak inhoudelijk, wordt vervolgens procedureel en eindigt vaak relationeel. Um, en als je kijkt naar hoe je die verschillende dimensies kan waarderen, uh, dient inhoudelijk conflict, is dat uitermate geschikt om uh, het over uh, de inhoud te hebben, uiteraard. En ook om de creativiteit en het engagement. Uh, zo te gebruiken dat het die inhoud dient. Dus inhoudelijk conflict is bij uitstek eigenlijk positief conflict. Kun je de constructieve eigenschappen van conflict goed benutten. Waarbij je wel moet uitkijken voor de dictatuur van bewijs. Als conflict procedureel wordt, wordt het dus al veel moeilijker om het goed te voeren, omdat procedures omstreden worden. Maar het kan heel goed zijn om spelregels te heroverwegen. Maar kijk uit voor de dictatuur van de deadline. Uiteraard zien we de dictatuur van de deadline in de energietransitie um, steeds, of he, zien we, komt telkens terug in de hele uh, RES-aanpak, die natuurlijk strak geforceerd is, waar deadlines in bestaan. Um, en die deadlines die drukken heel erg op het lokale proces van besluitvorming. Um, dus ook de dictatuur van die deadline is een duidelijk risico als het aankomt op de energietransitie. Nou, als een conflict dan relationeel is geworden. Dan is het eigenlijk alleen maar destructief geworden, omdat uh, als mensen elkaar persoonlijk wantrouwen, de dialoog ook stopt. Uh, de dialoog moeilijk gevoerd kan worden als mensen niet bij elkaar in een kamer willen zitten, en zeker als alles wat de ander zegt uh, gewantrouwd wordt, alleen omdat die ander dat zegt. Dus escalatie naar een relationele dimensie wil je kosten wat kost vermijden. En als het dan toch tot dat niveau gekomen is, uh, moet je de relaties herstellen en terug de-escaleren. Als illustratie van hoe heftig zulke relationele conflicten zijn, heb ik een video voor jullie. Het vertrouwen is weg. Uh, ze zijn er niet voor de burgers. Het staat overal, je leest het. Uh, we zijn er voor de burgers. We luisteren naar u. Uh, ik merk dat helemaal niet. Het tegendeel, zelfs. Ze, ze willen juist niet luisteren naar de burger. Nou, een voorbeeld uh, van een enorm geëscaleerd uh, conflict in, het, uh, in uh, uh, de gemeente Bergen. dat ik heb geplukt uit de uh, serie Opstandelingen. Waarin deze burgers duidelijk hun vertrouwen in de uh, lokale politici en, politici en ambtenaren in en in beschadigd is. En het is echt het idee hebben dat de overheid er niet meer voor hen is. De mensen die in de overheid zitten, uh, er ook op uit zijn om hen te dwarsbomen. Uh, je ziet het ook de andere kant op. De burgemeester van deze gemeente uh, ontving uh, persoonlijke uh, bedreigingen. Uh, dus ook de andere kant op zie je uh, dat in een relationeel conflict eigenlijk iedereen slachtoffer is en daar niks, uh, niks goeds uh, van te maken is. Dus dat betekent eigenlijk dat je. Uh, Per definitie moet de escaleren voordat je het zelfs maar over inhoud kunt hebben. Nou, als het dan gaat over het waarom, dus ik heb het heel veel gehad over de verschillende dimensies van conflict en ik heb allerlei risico's benoemd als het gaat om het voeren van goede uh, conflicten en waarom dat vaak niet lukt. Um, als, als je me dan vraagt uh, waarom lukt het vaak niet om goede conflicten te voeren, uh, dan is mijn antwoord dat ik maak dat uh, Ambtenaren en bestuurders het over het algemeen uh, niet fijn vinden om een directe confrontatie met andersdenkenden aan te gaan. Zeker met andersdenkenden van buiten. En als reactie daarop beleid heel vaak voorstellen als in uh, beton gegoten. Dus uh, we hoeven niet met jullie in discussie, dictatuur van bewijs. Uh, we kunnen niet met jullie in discussie, dictatuur van de deadline. Uh, of we willen niet met jullie in discussie, want jullie deugen niet. Daarmee verdwijnt het conflict eigenlijk niet, maar zie je juist dat het gebrek aan ruimte om dat conflict goed te vo voeren ervoor zorgt dat het blijft dooretteren en uiteindelijk juist destructief wordt. Dus de reflex van de overheid is vaak beter uitleggen op inhoud, doordrukken op procedure en het algemeen belang benadrukken als het gaat op uh, relaties. Um, maar op, door die reflexen is ze eigenlijk niet in staat om de. Om de uh, dialoog open te voeren en daarmee conflict goed te voeren. Mag ik jou één vraag tussendoor ja. stellen? Want er was een vraag binnenkort in de chat. Wat versta je precies onder het algemeen belang? Dat was de vraag. Even. Ja, dat is een hele goede vraag. Het algemeen belang bestaat, denk ik, niet. Um, algemeen belang is altijd een politiek spel, natuurlijk. En door wel een project voor te stellen als het algemene belang, maak je eigenlijk iedereen die een ander algemeen belang in zijn hoofd heeft, monddood. Want als jij daar niet mee eens bent, dan zul je wel tegen het algemeen belang zijn. Dus juist door het algemeen belang voor te stellen als eendimensionaal, um, zet je mensen die het er anders over denken heel makkelijk weg als um, ja, tegenstanders van het algemeen belang. Dankjewel. Ga nou, lekker door. Ja, um, ik ben bijna klaar met de presentatie, want ik zei: uh, het werkt dus niet om uh, uh, deze reflexen tentoon te spreiden als je met conflict te maken hebt. En dat is eigenlijk heel erg zonde. Want doordat je niet die goede ejjestoppen van conflicten kunt benutten, kun je dus ook niet gebruik maken van al die energie en al die uren tijd die boze burgers, mensen die het niet eens zijn met beleid, vaak gratis en voor niets stoppen in het nadenken over andere beleidsoplossingen. Dus niet alleen escaleren conflicten als je ze niet goed voert. Maar je kunt dus al dat engagement en al die creativiteit niet benutten. Nou, daarom is mijn uh, stelling altijd dat we niet, want ik, hoor, ik krijg heel vaak de vraag: ja, hoe zorgen we nou dat we die conflicten niet hebben? Nou, mijn stelling zou uiteraard zijn: die conflicten, we moeten juist conflicten hebben. We moeten niet op zoek gaan naar manieren om conflicten te vermijden. Maar we moeten nadenken over de vraag hoe we komen uh, tot betere conflicten. En ik hoop dat ik jullie als raadsleden ook aan het denken heb gezet over hoe je tot betere conflicten uh, komt. Ook juist in de energietransitie waar vaak mijn voorbeelden over gingen. En dat ik jullie een beetje zin heb gegeven in het voeren van een goed conflict binnenkort. Nou, mochten jullie dit interessant vinden wat ik zeg. Uh, we hebben binnenkort uh, met mijn uh, bindend besturen Brabant team uh, een uh, event speciaal voor raadsleden. Dat gaat over hoe je ruimtelijke conflicten kunt beslechten via participatie, via juridisering um, of via uh, raadsbeslissingen. En welke van die oplossingen als meest legitiem wordt ervaren. Dus vinden jullie dit interessant, dan kunnen jullie daarmee, uh, daarover doorpraten. En dan kom ik aan het einde van mijn verhaal. Als jullie meer willen lezen, kunnen jullie uiteraard mijn boek raadplegen of mij toevoegen uh, op LinkedIn. Dat was het. Dankjewel Eva. Um, ook heel goed dat je even attendeert op die volgende bijeenkomst, maar raadsleden in deze sessie willen natuurlijk wel hier al een tipje van de slaaier hebben. Wat, wat kunnen raadsleden hieraan doen om ervoor te zorgen dat er betere conflicten gedaan worden in plaats van conflicten vermijden? Kun je daar iets over zeggen? Uh, ja, uh, als ik het heb over die, uh, die verschillende dictaturen, dan verwijzen die natuurlijk naar uh, hoe je het ook anders kan doen. Dus... Als het gaat om een goed conflict is het allereerst belangrijk. Ik ga even terug naar deze slide. Om niet te denken dat je in een houdelijke discussie kunt beslechten door het beter uit te leggen. Dus toch is vaak de reflectie... Oh, ze begrijpen het niet zo goed. Misschien als ze het beter uitleggen, dan is het probleem opgelost. En dat werkt dus heel vaak aan rechts. Door niet te denken, procedureel gaan we het doordrukken. We hebben geen tijd om het erover te hebben. Um, want dat keert zich vaak tegen dat procedures dan gewantrouwd worden en uh, dus een hele open vizier te houden als het aangaat om het dienen van het publieke belang. Ik denk met name die eerste reflex wat beter uitleggen dat dat toch eens een valkuil is waarin we uh, vanuit het Nederlandse openbare bestuur heel vaak vallen. Ik heb een paar vragen vanuit die reflex moeten conflicten vermijden. Uh, uh, de eerste daarvan is: uh, zijn veel conflicten niet te vermijden? Door tijdig Zeg maar voordat er een letter op papier staat, stakeholders te definiëren en bij de gedachtevorming te betrekken. Ja, maar dan wil ik ook meteen wijzen op een andere valkuil die we toch ook hebben in de Nederlandse bestuurswereld. Het is door te denken dat als je aan het begin maar alle belangrijke stakeholders betrekt en een soort commitment hebt van die mensen, dat we dan draagvlak hebben, alsof er een soort stabiel fundament onder beleid gelegd kan worden en dat dan de implementatie wel soepel zal verlopen. En ik denk dat het heel goed is om in een vroeg stadium mensen te betrekken. Maar je kunt er natuurlijk nooit van uitgaan dat dan vervolgens in latere fase van beleid. er niet alsnog discussie ontstaat over facetten van het beleid. waar mensen eh, misschien aan het begin eh, niet eh, bij betrokken zijn. van mensen die aan het begin niet betrokken zijn. van mensen die in de loop van het proces hun gedachten veranderen. En dat moet natuurlijk ook kunnen. Um, dus de oude polenreflex in Nederland is om te denken. als je in het begin alles. Afdekt, dan kunnen we beleid makkelijk en soepel uitvoeren. Maar dat werkt niet meer in deze uh, samenleving, zeker niet met hele controversiële onderwerpen. En het is denk ik ook niet goed om te denken dat je bij hele grote projecten, bijvoorbeeld als ik verluister naar mijn uh, proefschrift, het ging over een snelwegproject. Nou, er werd in uh, 2000, jaar 2000 werd er een, een akkoord over, uh, om, over gesloten. Um, in 2005 werd het, publiek, werd het publiekelijk gepresenteerd. Toen begon het conflict. Um, en zo dat hele snelwegproject, dat duurt natuurlijk zo'n heel groot project, duurt heel veel jaren om uit te voeren. Ik denk dat het niet goed zou zijn als we bijvoorbeeld tussentijdse inzichten die kunnen ontstaan, vijf jaar nadat we met z'n allen overeen zijn gekomen om een bepaald project aan te pakken, niet meer zouden kunnen meenemen onder het mom van ja. Uh, maar daar kunnen we niks meer mee, want we hebben, het eerder al, uh, we hebben eerder al een bepaalde richting gekozen. Ik heb je in deze bijdrage iets over zeggen over het klimaatakkoord, over de rest. De hele discussie over windmolens en zonneparken, ja. waar veel gemeenteraden mee te maken krijgen. Um, Versta ik het goed dat je daar ook zegt: van hier doen zich dezelfde verschijnselen voor. En wat betekent dat dan voor raadsleden? Uh, wat zouden die het beste kunnen doen in dit proces? Want ik hoor heel vaak dat raadsleden worstelen met dat vraagstuk. Ja. ja, ik denk dat het uh, restproces. Ja, ook dat het heel ingewikkeld is om in dat proces goede conflicten te voeren. Omdat precies die dingen die ik zeg, die belangrijk zijn. Dus hè, een open vizier houden. Dat dat moeilijk wordt als je in zo'n groot bureaucratisch proces zit. Waarop hogere niveaus dan gemeente allerlei beslissingen worden genomen. Maar je tegelijkertijd wel als gemeente heel participatief te werk moet gaan. Als die participatie, participatie niet meer wezenlijk is. Eh, dan krijg je alleen maar teleurstelling op lokaal niveau. Um, dus ja, mijn advies aan raadsleden is vooral om die lokale kritiek, weerstand serieus te nemen en toch zoveel mogelijk de ruimte op te zoeken binnen dat ingewikkelde bakbeest dat het restproces is. Om, uh, uh, ja, om die kritiek mee te laten wegen in de beleidsopties, om zo goed mogelijk beleid te kiezen. Een van de vraagstellers had het dan ook over, van, en dat is misschien ook weer een, een voorbeeld van conflict meiden... Uh, zou het niet beter zijn om te investeren juist in communicatie en in informatie hè? en participatie? Veel vroegtijdiger, om zo in het proces tot een breder draagvlak uh, te kunnen komen. En dus minder conflicten. Dat zit misschien ook in een variant van het beter uitleggen. Ja. Maar dat laat ik jou graag beoordelen. Ja, dus uh, nou ja, de, uiteraard is communicatie belangrijk. En dan heeft de overheid echt nogal wat op te winnen. Maar het is denk ik een misvatting om te denken: als we beter communiceren, uh, dan uh, gaan mensen minder kritiek hebben op beleid. Uh, Uitleggen en zenden op zichzelf is geen manier um, uh, om conflicten. Uh, ja, dat zorgt er niet voor dat mensen niet meer kritisch zullen zijn. En de tegenstel, de tegenstel daarvan zie ik ook. Juist als overheden denken conflicten op te kunnen lossen door enorme campagnes op te zetten, kan dat mensen die echt kritisch zijn op beleid juist. Totaal in het verkeerde keelgat schiet omdat ze zich niet serieus genomen uh, voelen. Dat uh, leidt tot een andere vraag die gesteld is: in welk stadium zou je die burger moeten betrekken om een conflict te kunnen voorkomen? Hier zien we ook weer Het <laughs> <laughs> Zit eigenlijk nou ja, in onze genen om het vanuit ja, dat perspectief te benaderen. Ja, dus maar... nou ja, ik, we willen natuurlijk sowieso geëscaleerde conflicten voorkomen, maar uiteraard niet uh, uh, inhoudelijke conflicten die wil je juist opzoeken. Dus ik zou, ik dus, uh, dat conflict moet je eigenlijk zoveel mogelijk organiseren. Enerzijds denk ik al intern. Dus je kunt natuurlijk voor een deel ook je eigen weerstand intern organiseren. Door uh, nou ja, ambtelijke kritiek serieus te nemen um, binnen partijen. Ook niet, niet uh, mensen monddood te maken uh, onder invloed van partijdiscipline. Maar ook daar kritiek serieus te nemen. Dus eerst gaat het om, uh, voor de overheid om het intern organiseren van eigen weerstand. En vervolgens is het inderdaad belangrijk om zo vroeg mogelijk. ...te proberen ook om, ik zou zeggen, conflicten te creëren. Want je kan beter... Het probleem is heel vaak in ruimtelijk beleid... ...dat je misschien heel vroeg mensen uitnodigt om mee te praten. Nou ja, dan weten mensen eigenlijk... ...dan is het nog heel onduidelijk wat voor beleid er, gebouw, wat voor beleid er gaat komen. Um, en als het dan, dus dan komt er niemand opdagen. En als er dan beslissing is genomen over een windmolen uh, op een specifieke plek... Dan in één keer komt iedereen opdagen, is iedereen boos. Maar dan is het eigenlijk al te laat om iets met die kritiek te doen. Dus de uitdaging is om zo vroeg mogelijk te proberen mensen toch uh, te doen inzien dat hier wezenlijke dingen op het spel staan. Uh, die misschien voor hen bedreigend kunnen zijn. om zo al vroeg zoveel mogelijk dat conflict te organiseren, zou ik zeggen. Ja, dankjewel. Uh, een uh, andere vraag van de raad is: uh, het, het probleem wat is eigenlijk luisteren? Ja. Uh, of haar, dat kan ik je even nu niet zien, is, is de vraag van luister je naar die argumenten of en neem je die mee in besluitvorming moet je ook doen wat mensen zeggen? Dat is een al oud dilemma natuurlijk. Zijn raadsteden vertolken zij de, niet alleen de opvatting, maar ook de emoties van inwoners. En wat is luisteren? Welke rol kan luisteren daarin spelen? En hoe zou luisteren daarin een rol moeten spelen? Ja, uh, luisteren is eigenlijk Wezenlijk uh, onderdeel van uh, het voeren van goede conflicten. En dan gaat het inderdaad niet alleen om de rationele argumenten, maar ook uh, om het serieus nemen van emoties van mensen. En het niet alleen wegzetten van. Wat, wat je natuurlijk heel vaak hebt, is burgers dan emotioneel worden, dat het dan ook meteen wordt weggezet als oh God, die is heel emotioneel. Uh, wat moeten we daar nou mee? En daarmee bij wijze van uh, de burger misschien nog minder serieus genomen zou worden dan wanneer uh, hij of zij een heel rationeel, neutraal, uh, wetenschappelijk onderbouwd verhaal zou hebben. Luisteren gaat om luisteren naar rationele argumenten, maar ook zeker om het toestaan van emoties en niet burgers disqualificeren um, in het debat omdat ze emoties hebben, zou ik zeggen. Ja, duidelijk. dankjewel. Uh, in dat uh, verlengde daarvan was er ook nog een vraagsteller die het had uh, ook vanuit dat conflict uh, vermijden. Uh, <laughs> dat is toch typisch, zit ergens <laughs> toch in, in die gene van ons. Uh, maar de vraag eigenlijk van, zou het helpen om een gezamenlijke taal te ontwikkelen? Want hij, hij of zij ziet dat er heel veel jargontaal is, ook met name in ambtelijke stukken, waarin dan het een en ander gezegd wordt over die processen. Uh, valt daar winst te boeken? Kunnen raden, zouden de raden daarop moeten sturen? Wat is je advies? Uh, ja, nou reactie ja, uiteraard, uh, wat ik eerder probeerde aan te geven, is eigenlijk moet je zo vroeg mogelijk conflict organiseren. Nou, als burgers niet snappen wat er gaat gebeuren in hun gemeente, omdat de manier waarop het over gesproken wordt te vaag is, Um, te veel jargon, dan is dat een teken dat die taal zeker verbeterd moet worden om dat conflict uh, um, te starten. Dus uiteraard moet de burger snappen wat er staat te gebeuren in zijn of haar gemeente. Voordat ze, ze kan beseffen dat ze daar misschien helemaal niet blij mee is. Um, en um, ja, kritiek kan uit en dialoog kan gaan met de gemeente over hoe dan wel. Um, een, een zorg uh, zit achter de volgende vraag. Een vraag van een raadslid over um, of conflicten met openbaar bestuur over algemene onderwerpen. ook persoonlijke gevolgen kunnen hebben. daar waar je zelf weer afhankelijk bent van de gemeente. Um, ik weet niet of je in je onderzoek, het zij in Nederland, het zij in België. daar iets van gemerkt hebt, of, of dat een probleem is. Kun je een voorbeeld geven? Wat ik heb ja. wat hier geen voorbeeld gegeven, maar het gaat dus vooral ook over. Uh, ik vertaal het even dat het een vraag is van een raadslid, maar het zou kunnen meer in algemene zin. van, ja, je kan dat conflict wel opzoeken. Uh, maar dan kan het ook weer persoonlijke gevolgen hebben als je je verzet tegen de overheid als organisatie ja. in dat geheel. Als, ja. Is er kortom voldoende ruimte om dat conflict op te zoeken en te voeren? Voor raadsleden? Voor burgers? Dat kan ik uit de vraag ja. niet afleiden. Misschien nou, is het daarom goed om beide perspectieven even ja, te nemen. Nou Ja, ik, We hebben ook al uh, onderzoek gedaan uh, binnen, binnen het bestuur in Brabant uh, in kleine, uh, uh, ik denk dat dit namelijk misschien een probleem is in wat kleinere gemeenten, omdat mensen elkaar daar persoonlijk kennen. Um, en ja, nou ja, daar zie je natuurlijk dat als iedereen elkaar kent, het heel moeilijk wordt als uh, burger om je kritisch uit te laten over uh, plannen die misschien door andere burgers wel gesteund worden. Nou, je kan kunnen hebben over windmolens. Grondeigenaren profiteren natuurlijk van uh, windmolens. Je ziet vaak dat gemeenschappen verscheurd raken tussen grondeigenaren uh, en omwonenden. Um, dus ja, dat persoonlijke is wel degelijk een risico. Daarom dat het des te belangrijker is om in dat soort uh, contexten te zorgen dat het conflict goed gevoerd kan worden op de inhoud. Om het niet gewoon als overheid op zijn beloop te laten. Want je ziet wel echt voorbeelden van gemeenschappen die verscheurd raken over ruimtelijke vraagstukken. Omdat burgers zich tegenover elkaar geplaatst zien. zie je bij windmolens, maar zie je bijvoorbeeld ook bij intensieve veeteelt van boeren versus andere omwonenden. Dank je wel uh, uh, voor het beantwoorden van deze vraag. Er zijn nog wat meer vragen gekomen. Hebben... We zijn al door de tijd heen. Uh, ik wil je vooral danken voor je bijdrage. Je hebt een aantal nieuwe uh, begrippen en dimensies toegevoegd uh, aan ons uh, rijke begrippenkader als raadsleden. De dictatuur van het bewijs, de dictatuur van de deadline, de dictatuur van het algemeen belang. Dan heb je aangegeven dat het heel belangrijk is dat raadsleden erop letten wat dat betekent. En dat ze ook niet in die valkuil van beter uitleggen, doordrukken en algemeen belang uh, dienen te stappen. Uh, wat mij betreft, een hele nuttige bijdrage. Ik hoop ook dat dat voor de deelnemers zo geldt. Uh, deze video, uh, deze live video, uh, is terug te zien vanaf volgende week op de site van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Uh, wij zijn heel blij dat Eva Wolf hier vanmiddag bij ons was. Uh, we hopen je nog vaker uh, te mogen begroeten. Want met name op de res, maar ook op de Omgevingswet uh, is er nog veel discussie en is nog een lastig vraagstuk voor raadsleden om daar de goede positie in te kiezen. En ik denk dat we. Nog lang niet klaar zijn met het gesprek hierover. Dank voor je bijdrage nogmaals. Dank aan de deelnemers voor het bijwonen van deze sessie. En ik wens u een prettige middag. Dank jullie wel.